gauw. Doe het lekker toch. Super stom van mij. Ik heb nog steeds geen spiraaltje laten zetten. Oepsie. Laat er een knoop in leggen, zou ik zeggen. Nou, ik dacht het niet. Alles voor jou. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen, jawel. Ik ben weer vrolijk, want Bart is er vannacht uitgegaan. Ik heb wel een beetje mijn twijfels over Jax, hoe het met hem gaat. Want net was hij aan het spelen en toen stopte hij iets in zijn mond. En toen ging hij zo hard krijzen. Toen dacht ik, ik ga eens even goed zijn mond inspecteren. Ook al wilde hij dat echt niet, dus ik heb echt zijn mond open gedaan. En toen zag ik een soort puntje achterin, wat geen tandje is. Het leek op iets anders. Het leek een soort zweertje of een aftje of zo. Ik heb zelf ook heel erg vaak last van aften. Dus ik hoop echt niet voor hem dat hij dat ook heeft. Maar ik heb voor de zekerheid even een afspraak gemaakt met de huisarts. Dus gaan we straks even heen en dan gaan we horen wat het is. En jullie hebben misschien ook wel gezien dat ik de laatste tijd een beetje bezig ben geweest met het restylen van ons huis. Nou hebben jullie misschien afgelopen weekend ook gezien dat we met allerlei plannen bezig zijn om een huis te gaan laten bouwen ooit. Dus het is nog lang niet aan de orde. En zolang we hier nog wonen, wil ik het hier natuurlijk ook gewoon leuk en gezellig gaan maken. Dus die plannen zijn er allemaal nog steeds. En vandaag worden er 2 nieuwe stoelen voor daar gebracht. Hele mooie stoelen had ik gevonden. Dus ja, die zullen jullie vandaag zien komen. Toetekedoet. Toetekedoet. Oh, je was net heel erg aan het lachen. Dus ik dacht, ik ga even filmen. Maar oepsie. Sorry. Hoi. Hallo. Ik wilde net vertellen dat je zo trots bent op jezelf. Dat je kan staan in de box. En zelfs stapjes heen en weer zetten. Ja, met bibberbeentjes, dat wel. Outfit of the day is dit nieuwe truitje dat ik heb, was in de sale bij de Zara. Ik hou ervan dit, het getailleerde. Mijn favoriete broek waar ik half in woon, van de Mango. En mijn favoriete schoenen van Come and Get Fashion. En dan ga ik nu Jax even in zijn berenpakje hijsen, want ik ben zijn jas kwijt. Ja, je raakt wat kwijt na zo'n tripje weer. Even boodschappen doen samen. Zit ik een beetje strak. Zullen we deze even afdoen dan? Zo. Hoi. Gaan we even groenten inslaan en alles een beetje gezond. Want ja, je kent het wel hè. Het is maandag hè, die nieuwe ronden en nieuwe kansen. Hoppa. Oké, we gaan snel door. Want we moeten nog naar de huisarts. Je weet gewoon dat hij in slaap gaat vallen in de winkel. En dan ligt hij echt net slapen. En dan moet ik nu dus echt... Oh, die kar. Wordt hij dus echt weer wakker als ik hem in de auto leg. En het is dan vlak voor zijn tweede slaapje, zeg maar. Dus waarschijnlijk slaapt hij dan vanmiddag weer niet. Maar ja. Hè? Moet maar gewoon loslaten. Ik kan daar natuurlijk niet de hele tijd rekening mee houden. Want dan kom je nergens meer. Hey, slaapt wel verder. Oh, sneeters. Nee, slaapt helemaal niet verder. Die is... De huisarts heeft gekeken met moeite. Want hij wilde echt zijn mond niet open doen. Maar goed. Hij heeft geen oorontsteking. Maar wat het plekje in zijn mond is, dat weet ze niet. Dus ze gaat overleggen en dan belt ze later op de dag even terug. Een leuke verrassing van Dux Day. Een mega vet pak. Klaar voor de wintersport is Jol. Oh yes. Oh yes. Jola heeft het niet meer koud. Er zit zelfs een capuchon bij. En weet je wat zo cool is aan één pak? Dat er nergens sneeuw tussen kan komen. Wat is dit? Zakken. Voor mijn ogen. Hier heb je je skipas zak. Dit is een klepje. Ik wil ook zo'n pak. Mijn polletje en ik hebben gewoon allebei precies hetzelfde puntje. Kijk hier, het puntje op de lip. Ha! Nou oké, we gaan naar NKT. Stoelen zijn binnengekomen. Ik ben er heel erg benieuwd naar hoe ze staan. Tadaa! Ik heb er 1 in elkaar gezet. Bart, wat vind jij ervan? Kom eens kijken. Zo mooi. Zo mooi.
Dit moeten jullie voelen. Ja. Deze echt, moet je voelen. Ze zijn dus van What is Hip. En het heet de Counter Stoel Frankie Velvet. Oud roze, ja. Zo blij mee. Het liefste zou ik natuurlijk gewoon alles in één dag veranderen. Alles in één dag veranderen is natuurlijk punt 1 onbetaalbaar. En punt 2, het moet een beetje langzaam aangedaan worden hier in huis. Anders dan wordt Bart een beetje... Hopelijk kijkt hij deze vlog niet, want hij kijkt heel vaak de vlogs. En als hij dan aan het kijken is, dan sta ik achter hem zo van... Nee, niet kijken. Dus, maar goed. Langzaam wordt het steeds meer mijn huisje met dit soort dingetjes. Wat vinden jullie van de stoeltjes? Laat ze even weten. Ik maak vandaag even een grote pan spaghetti met dit sausje. Bart heeft er nog even wat vegaballetjes bij gemaakt, want hij vond het niet lekker genoeg zonder balletjes. Thanks. Goed verhaal, lekker kort ook. Wij zijn trouwens, we gaan natuurlijk binnenkort op wintersport. En ik heb ervaren dat het niet zo heel fijn af en toe is in de auto met Jax. Dus ik ga hier toch eventjes voor kijken. Ja, deze kun je ook vrij lang maken. Dus dan kun je hem dus ook aan de andere kant hangen. En je hebt hier nog een lus. Dat ziet er goed uit. Flesje erin, ook handig. Oké, deze ga ik denk ik bestellen. De huisarts die heeft net dus ook gebeld. En die heeft gezegd over Jax... dat ze denkt dat het waarschijnlijk een zuigplekje is. Ze had er een naam voor, maar ik ben even kwijt wat het was. Van zijn speentje waarschijnlijk. Maar ze zegt even goed in de gaten houden. En over 3 weken dan moeten Jackson en ik even terugkomen bij de huisarts. En dan gaat ze nog een keer kijken of het minder is geworden. Of dat het erger is geworden, gaan ze nog even goed voelen. En dan zullen ze eventueel ook nog uitsluiten of het niet toch iets anders is. Want het is gewoon erg moeilijk. Hij was ook zo erg aan het huilen. Hij wilde zijn mond echt niet open doen bij de huisarts. Het was echt heel erg lastig om het te zien. It used to be simple and easy. Just you and me. You didn't need a reason. Whoa. That feels so long. Slaapkamer waar ik me zo op verheug. Ik moet nog een was opvouwen. Maar daarbij kijk ik naar deze chicks. Ik volg dus zelf eigenlijk zo'n beetje niemand. Omdat ik er gewoon echt simpelweg serieus nul tijd voor heb. Heel af en toe kijk ik wel stukjes vlogs. Maar nooit echt een hele vlog van begin tot eind. Maar nu de laatste tijd van Ik Vrouw Van Jou dus wel. Wie volgen jullie eigenlijk allemaal nog meer? Ik bedoel, jullie kijken nu naar mij. Dus misschien volgen jullie mij of misschien zien jullie dit stukje toevallig. Maar laat eens in de reactie hieronder weten wie jullie nog meer kijken. Want ik ben wel heel erg benieuwd waar mijn volgers nou eigenlijk nog meer echt volgers van zijn. De was van Centerparks. Van mezelf, theebroeken, shirtjes, truitje... sjaal van Yola, de zwemspullen en nog wat andere dingen. En van Jax, deze hele mand vol. Echt helemaal vol. Echt wel 4 truitjes, 4 broekjes, rompertjes, alles, zakjes, zwembroekjes. En van Bart, dan moet je opletten. Dat is grappig. Oh, hier. 1 boxer. Grapje, ik heb gewoon nog een hele was. Dat was helemaal niet van 1 Centerparks weekendje. Nee. Zo, hallo, goedemorgen. Ik heb alweer gesport. Bart was namelijk nog niet weg, dus ik kon nog even snel een half uurtje sporten. Ik had de camera niet mee trouwens. Maar zal ik jullie eens iets vertellen over deze nacht? Vertel jij het, Jax? Vertel jij het of ik het? Huh? Jax heeft vannacht gewoon kei doorgeslapen. Gewoon kei, hè? Gewoon kei de hele nacht. Gewoon echt... klokkie rond. Zullen we dat vanaf nu elke dag doen? Waar is Jax nou? Nou, niemand ziet Jax, toch? Nou, waar is Jax nou? Hey! Oh, was dat niet leuk? Oh, sorry lieverd. Ik dacht dat we leuk verstoppertje speelden. Ik dacht dat het leuk was. Ik dacht dat het grappig was. Sorry, was het iets te hard?
idee. Moet ik niet zo hard schreeuwen tegen jou? Sorry, ik zal niet meer zo hard schreeuwen. Goed? Ik dacht dat het een leuk grapje was. Oepsie. Opstapelbaar. Kijk maar, deze kan je erop zetten. Deze heb je nou slot wel. Oh mijn god, hij is even verkouden. Hallo, ik heb niet geroest. Want dat ging niet. Toen ik wilde gaan douchen, stond ik rillend van de kou bij een koude douche. De knop was een soort van doorgedraaid. Dat hebben wij wel eens eerder gehad. Toen was ik zwanger. Dat was echt heel erg. En toen kon ik gewoon een tijdje niet douchen. Gelukkig heb ik Bart net heel veel appjes gestuurd. Dat er echt heel snel iets aan moest gebeuren. Want ja, daar ga ik niet nog een keer een maand op wachten. Dus die heeft meteen het onderdeel besteld. Working on it. Ik heb mijn haar net gewassen onder de kraan. Vandaag heb ik aan deze broek. Super high, super high. Maar Bart vindt het leuk. Het is echt een beetje zo'n soort, paardrijbroek. Je kunt hem casual doen, zoals dit. Maar je kunt hem ook netjes, net dragen. Dus ik vind dit echt een heerlijk broekie. Ik heb hem nu al super vaak aangehad. Hij is van Nikki Plessen, het vijfde modehuis, de Fifth House. Very blij mee. Papa komt straks zo binnen, zo van hoem, pap, pap, pap. Zit je lekker mee te deinzen? Hoempapapapap. Ik kom binnen van je hoempapapapap. Ten eerste, we mogen dit niet verbouwen van papa. En ten tweede, we mogen deze muziek niet luisteren van papa. Doe het lekker toch! Theo, hoe vind je het? Ik vind mij veel mij niet. Oh, sorry hoor. Eerst stond het dressoir dus daar. Maar er stond het heel opgekropt. Dus ik ben daar helemaal klaar mee. Nu staat het daar. Nou, het is nog steeds niet ideaal. Weet je, hij moet gewoon weg. Voor nu is het leuk, even wat verandering. Het is een begin. En die kast daar is weg. Ja, eventjes. Zit je te lachen? Ja. Ik warm even de spaghetti, overgebleven spaghetti van gisteren op. Voor Jola, want die moet zo turnen. Daar bij de kruidvat, zoals je ziet. En ik moet hier iets halen. Ja, daar kunnen jullie weer wat van leren. I will tell you. Jawel, jawel. Advies van Dies gaat weer beginnen. Denk goed na bij wat je doet. Weet je wat, ik vertel het zo. Laat ik dit snel even gaan innemen. Oké, en dan nog even de uitleg. Ik heb hem ingenomen. Super stom van mij. Ik heb nog steeds geen spiraaltje laten zetten. I know, ik had het echt al lang moeten doen. Maar ik zit er best wel tegenop. Ik vind het niet echt een super fijn gevoel. En dan ben ik ongesteld en dan denk ik elke keer, waar maak ik me druk om? Want het ongesteld zijn, dat is ook niet echt een pretje. En dat wordt ook minder erg wanneer ik weer een spiraal heb. Dus die Mirena spiraal ga ik echt laten zetten. Zeker na vannacht, want ik moet nu dus een morning after pill nemen. Ik dacht dus, grappig, ik heb dat nooit hoeven doen. Ik dacht dus echt serieus dat je een soort van, vruchtjes zou afbreken. Je stelt eigenlijk gewoon je ovulatie uit, waardoor je minder kans hebt om zwanger te worden. Dus vandaar dat ik hem ook zo snel mogelijk neem. Nee, schat, we zijn er nog niet aan toe. Ik ben zo moe en alles. En echt waar, serieus. Ik vind kindjes zo lief en zo leuk. En ik voel me zo gezegend en blij en blessed enzovoorts met Jax. Maar nog een babytje erbij, that's gonna kill me. Zo, ik heb alleen maar licht van mijn iPhone op dit moment in huis. Want het stroom is uitgevallen omdat ik... Omdat ik een lamp ging proberen op te hangen zelf. Echt serieus, vandaag gaat alles mis. De douche stuk, lampen stuk. Oh, Bart is nog niet thuis. Halleluja. De kleedjes liggen even op de bank. De lampen moet ik nog fixen. Dus het is nog steeds super donker hier. Want ze had kortsluiting gemaakt. Ik had kortsluiting gemaakt, ja. Bart? Het komt gewoon omdat ik heel veel dingen aan het doen ben hier. Maar heb je spiegel nou scheef? Hoezo? Helemaal niet. Daar is niks veranderd. Bart is het niet echt heel erg happy met het veranderen. Voor mij hoeft het dan niet zo, maar ik vind het wel prima. Als jij je daardoor beter voelt. Ik voel me wel weer even beter met een beetje verandering. Alles voor jou. Liever de andere meubels. Zo is het. That's spirit. We krijgen alles voor elkaar. En ik heb toevallig vandaag wel een morning after pill genomen. Ja, dat moet de vrouw allemaal weer doorstaan. Ja, kan ik ook niks aan doen. Nee, kan je niks aan doen. Oh ja, nee. Wel.
Oepsie. Laat er een knoop in leggen, zou ik zeggen. Nou, ik dacht het niet. Nee, dat doen we nog niet. Mijn mannelijkheid. Kom, we gaan naar boven. Zie ja, kijken. We gaan naar boven. Cliché. Dank jullie wel voor het kijken naar dit vlogje. En tot in het nieuwe vlogje. Later. Niet vergeten te abonneren. En wij gaan lekker vlog naar boven. Dus ik heb 2 keer mijn zin vandaag. Doei. Rock that joint.